Ja, ik ben allemaal berichtjes aan het luisteren die nergens toe deugen. Maar horen jullie dat op de achtergrond? Volgens mij staat een rotwijn. Ja, want die twee liggen er. En volgens mij wordt er al een half jaar gezegd dat ze gevaarlijke rotwijn. Daar staat een ander. Hé, hey, schoonheid. Kleine balk. Ja, met z'n drietjes. En deze grote meid, die is wat ziekjes, hè? Ja. Oh, ja, kind. Koeienvlaai neergelegd. Nou, koeienvlaai, nee, want ik ben geen koe, zeg maar. Een hondenvlaai. Zo dun was het. Ja, het lag hier ook bij deze naad, zoals jullie die naad zien. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zondag, de 24e van de 9e. En nog steeds, ja, 2023. En het is 13:57 uur. Jullie zien het. Ik ben weer aangekleed. Dat had ik gisteren al willen doen, maar ja, daar kom ik gewoon niet aan toe. Nee, als je continu visite krijgt, terwijl je eigenlijk... Jij al zou aankleden dat de eerste kwam, ja, dat gaat dan niet door. En dan kwamen de andere twee alweer, ja, dat gaat dan niet worden. En op een gegeven moment, je ziet al die naden, dan denk je van, kijk het maar. Dat was Rijka, die werd gek. Ja, ik heb de deur open, jongens. Ja, echt lekker. Ik ben nog wel steeds hoesterig en alles. Ik heb ook nog geen lippenstift op, want dat kan ik beter nou nog niet doen. Want ik moet nog om de avond op mijn neus snuiten. En dan veeg je je lippenstift ook weer weg. Dus waarom zal je de lippenstift op doen? Ja. Ik ga zo... Er is ook trouwens heel wat gaande. Ik heb Patrick op mijn WhatsApp geblokt. Want zoals hij nu doet, hij zei... waarom hij zei, ja, het is nog steeds een meisje, hij wil een jongen worden, dat is met Sky ook het geval, maar dat maakt allemaal even niet uit. Wat ze willen worden, als willen ze een konijn worden, maken ze zelf uit. Het gaat erom hoe Patrick met een andere persoon omgaat. En dat ligt niet in mijn aard om zo met mensen om te gaan. En hoe die tegen Sky doet, nou, mijn hart brak. En ook de hond, die wou ze niet meer hebben. Dus Sky, die is al een paar dagen met het beestje aan het hoppen. Van hier naartoe, daar naartoe. En zelfs bij junkies in huis slapen, wat hij niet wil. Maar ja, om toch een dak boven je hoofd te hebben, s'nachts met je hond. Ja. Dus nou gaan we straks proberen of deze dames met haar, met zijn hond, samen kan. Nou, dat is ook een meisje, die heet Chelsea, als ik het goed uitspreek, Chelsea, ja, Chelsea. Het is een wat voor hond was het nou? Een rottweiler. Maar een prachtbeest, want ik heb hem al op foto's gezien, ik heb filmpjes van hem gezien. Maar wat hadden ze in die tussentijd aangeschaft? Een muilkorf. Want volgens Patrick is die ook vals. Ik heb hem nou ook gezien, zonder muilkorf, met mensen, publiek er dus omheen, hè. Nou ja, wandelaars, de markt is die over geweest. Zonder muilkorf, met een halsband. Hoe dan vals, want dan moet hij mensen aanvallen, weet je. Ook andere honden bij er in de buurt, werd niks. Werd niks. Dus dan gaan niks straks met de meisjes voor het eerst weer naar buiten. Ik voor het eerst weer. Dat zal me goed doen. En dan ga ik lekker even lopen, maar dan bel ik eventjes Sky op. Kom op, schat, richting de gracht. En dan komen we elkaar gewoon tegen en dan lopen ze gewoon met Chelsea mee. Ja, komt helemaal goed. Het is 2:00. Ik ga even een beetje water drinken. En ik zal het allemaal natuurlijk op de vlog gooien. Ik weet niet of ik onderweg kan filmen, want ja, ik moet mijn meisjes ook in toom houden.
begrijpelijk. Maar als ik weer thuis ben, ja, dan pak ik de camera er sowieso weer bij, ja. Maar ik heb mijn telefoon ook bij me, mocht ik wel kunnen filmen, dan film ik gewoon. En lukt het me niet, omdat ja, ik ben ook natuurlijk nog zo slap als een vaatdoek. En dan moet ik me ook goed, ja, ik moet wel sterk in mijn voeten staan natuurlijk. Maar in ieder geval, komt wel goed hoor. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik weet hoe mijn meisjes zijn, want ja, ik heb gisteren een vlog in elkaar gezet van dat we op de dijk waren. Nou, voilà. Ze deden het zo goed bij ook een andere hond die ook in het water was. Niks aan het handje, dus het kan. Het moet kunnen, het moet. Gewoon, ja. Ik wil Sky ook niet zo laten hopen. Die kan 3 weken bij me logeren. En dan moet hij 2 nachtjes eventjes elders. En dan kan hij weer terug. Ja. Simpel zat. Maar ik heb nog wat achter de hand. Dus. En die probeert ook te gaan helpen. Maar dan moet Sky zelf even zijn verhaal doorappen waarom die eigenlijk op straat staat, hoe dat zo is gekomen. Maar dat komt vandaag ook, denk ik, wel goed. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet ook een beetje mee. Nou, Sky is bij me met Chelsea. Elwing. En daar zit madame Elwing. En daar is mevrouw Rijka. Gaat hartstikke goed, hè? Ja, een beetje gegrom. Het is nog aftasten, maar wat wil je? Ja, de komende dagen, even een uurtje, 2 uurtje op een dag. En Chelsea zit momenteel nog wel aan de lijn. Maar het is in ieder geval in huis. Het is ook niet jouw huis, hè, Chelsea? Ah, nee. En dan gaan de 2 meisjes en Kandel voor, hè? Ja. En Kandel die is nog achter de deur. Maar ik wil heel graag het beste voor jou, Pietje, hè? Nee. Niet springen, hè, bij mam. Hé, hey kind. Ja, je bent ook lief hoor. Waar ben je? Hé? Nou, dan liep Rijka vlak langs erheen. Kom dan. Kom maar, Rijka. Ga maar kijken. Rijka. Dat is een verdieping te hoog. Kom eens, Chelsea. Kom eens, Chelsea. Nou. Hey, het is goed, hè? Rustig, hè? Lief, hè? Lief, hè? Lief, hè? Kom eens hier. Kom eens hier. Chelsea. Kom eens. Gosh. Ja, kom eens dan, meisje. Hi, lieverd. Het is goed, hè? Ja, dat is wat er rijk. Ik zie die ogen juist. En die vertellen me echt van, nou, wat doet dat hier? Lief zijn. Lief zijn. Chelsea, lief zijn. Lief zijn. Denk erom, hè? Lief zijn. Ja, lief zijn. Heel lief zijn. Waar ben je nou daar? Nee, ja. Beetje bij beetje komt het wel, hè? Oh, kijk uit voor mam, schat. Want mam is al een beetje. Gammel. Leeftijd ook, en gammel. En dan de gammel. Dan is het zomaar vallen. He? Ja, want als een hondje een beetje harder op u springt. Nee, Rijka geeft aan dat ze afstand wil, schat. Kom, gaan we naar buiten? Kom maar. Chelsea, Rijka wil een beetje afstand. Ja. Rijka wil een beetje afstand. Dan moet je daar accepteren. Rijka. Komt wel goed. Zodat, kom maar. Hé, hey, het is goed. Het is goed, kind. Ze is ook nieuwsgierig. Ze is heel aftastig. Ja, kijk die maar een keer goed aan. Oh, jij hoeft die lippie trekken, schatje. Dat ging ik bijna zelf. Kom, Chelsea. Chelsea. Kom. Ja, kom maar, Elwin. Kom maar, Elwin. Kom maar, schat. Rustig, hè, Chelsea, want je bent te aanwezig. Ja, dat is speelgoed. Nou ja. Hè? En dan mag je vast ook wel even gebruik van maken. Ja hoor. Kom maar, Elwin.
verbeelding. Kijken dan. Je bent toch ook mijn kindjes. Ga kijken dan. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Chelsea, hier blijven. Chelsea, je bent niet geroepen. Move. Okay. Waar Rijka nou is? Oh, hier ook. Kom maar. Je bent niet goed, Chelsea. Kom maar, Elking. Hai. Ai, ja, je bent ook lief voor het schat. Jullie zijn allemaal lief. Lief. Ja, rustig. En dan wordt al een half jaar geroepen. Van, och, het is zo'n onbetrouwbare valshond. Och, maar het is je gevaarlijk. Ja, maar dat werd net Elwin ook gezegd. Ja, dus daarom zeg ik ook, och, maar het is je gevaarlijk. Ja. Nee, je kind. Nee, ja. Alles behalve gevaarlijk. Ja, Elwin die haalt het, de lippen omhoog. Elwin heeft af en toe, een momentje dat, dat ze even lippie trekken, weet je wel. Ja, maar dat is normaal. Dat is zonder gedrag. Want net zoals Lady toen ze was zo graag spelen. Met Lissy. Nou, dat was ook. Dat Lady mij bijna greep, zeg maar. Omdat ze het even niet leuk vond. Maar ik heb ook gewoon Lady gewoon een tip op de zaak gegeven. En ja, dat staat ook wel op de vlog. Maar weet je, maar nu, het gaat allemaal zo. Het is goed, hè, meisjes. Ik, kijk, met Lady heb ik haar gewoon aan de lijn gehad. Hey! Hoe is die? Ja, zo. Nu, met een beetje hoop, weer goed. Ja. Ik ben allemaal berichtjes aan het luisteren die nergens toe deugen, maar horen jullie dat op de achtergrond? Volgens mij staat er Rottweiler. Ja, want die trillen ernaar. En volgens mij wordt er al een half jaar gezegd dat ze gevaarlijke Rottweiler. Maar kijk je nou. Daar staat een ander. Hey, schoonheid. Kwijle balk. Heel zo'n kwijlbal. Je moet vaak dweilieren. Kijk eens. Chelsea. En zonder riem. Ja, heb gewoon een, zet dan allemaal een halsbandje mee. Ja. En daar leggen die twee. En die zijn het er nog niet helemaal mee eens. Maar ze houden hun aardig rustig. Ja, Elwin af en toe een beetje brommig. Ja, en die heeft ook de tanden al even laten zien. Maar dat heeft Rijke ook. Maar dat hou je. Het is hun huis. Dus je nummer 1. En zij is de gast. Ja. En schatje, ai, dit is nog allemaal die plekken, die kaligheid, dat is allemaal nog over van die allergie. Okay. Er zitten bultjes bij, maar ja, we zijn goed onderweg, hè. Lekke dingen. Moest je daarheen? Kennelijk. Huh? Moest je daarheen? Kennelijk. Doe dan, de rest kun je zelf. Nou ja, dat is hier dus, ja. Aha. En dan wordt er gezegd dat zij daar vals is. Blb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 l
die is nog van Frodo geweest, omdat Frodo zichzelf kaal vrat. Dus als we weggingen, kreeg Frodo die om, zodat hij zichzelf niet kaal vrat. Waren we erbij, dan kreeg hij de kap weer om, maar zelfs met de kap kon hij er nog bij. Want ze kunnen hun in de gekste hoeken duwen. Kom. Kom mee. Kom. Wat doe je dat, Rijka? Mag ze niet aan je ruiken? Het is ook een meisje hoor. Ja, maar jullie zijn waarschijnlijk allebei al geholpen. Ja. Deze nog niet. Nou, die moet dat nog. Dat zal het misschien zijn. Hey. Mijn stekkies. Ik blijf van die stekkies af. Mijn stekkies. Ik blijf van die stekkies af. Wat goed, hè, wijs? Hé. Hey. Ja. Hij wilde er eentje geloof ik bij me op schoot. En de rest 2 weken lang. Ja, hij wilde er eentje bij me op schoot. Eventjes. Kom maar. Kom maar, Rijka. Kom maar, Rijka. Hij schat. Kijk, kom. Niet brammen. Nergens voor nodig. Hé, meisje.
Nergens voor nodig. Ja, hi meisje. Hé, nergens voor nodig. Dat is goed, hè? Ja. Ja, is je brommie brommie. Gaat toch goed zo? Ja hoor. Het is goed, hè, mijn bud. Ja, knapheid. Kindie, hè, het is goed, hè. Nou, is je van de elf... Dus ja, dat dus, lieve vrienden. We zijn bezig met trainen, hè. Kijk, alleen nog kan ik het nog niet, want dan ben ik ook nog te gammel en te slap en het er allemaal in nog voor. Maar dan moet wel, Sky moet er wel zelf bij blijven. Ja, dat blijf ik ook. Kijk nou, oh. Dus, maar het komt hopelijk allemaal wel weer in orde en weer goed. Hé, dametjes van het goede leven. Een van jullie heeft een scheef gelaten. Oh, ik dacht dat ik... Mijn poort hoorde, maar nee. Deze de tuindeur, de haak. Ja, het waait nogal en dat beweegt. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Nou, je ziet het. Chelsea legt even aan mijn stoel vast. Om de doodeenvoudige reden. Omdat ik zometeen aan het werk moet en ik heb geen ogen voor 3 ronden. Maar mijn meisjes, die leggen heerlijk het daar. Niks aan de hand. Zoals jij beweert. Ik vind dat zo gemeen, hè. Ja, zonder muilkorf. Het gaat allemaal goed. Af en toe willen die even de lipjes even omhoog halen. Die 2. Omdat deze dame wilt spelen. Ja. En jij beweert dat deze dame vals is. Nou, dan valt dit meisje nog zoveel te leren. Dus ik zou me de ogen uit de kop schamen wat jij allemaal beweert met dat ze vals is, et cetera. Ja, nou, ze is niet vals. Ze is lief. Ze heeft enkel nog niet kennis gemaakt met Kandalf. Maar dat hoeft ook 1, 2, 3 nog niet. Dat komt nog wel. Eerst met deze 2 meisjes van mij. En dan komt alles goed. En waar Sky is, nou, die is even boodschap doen. Want ik ben morgen 15 jaar. Had ik 15 jaar getrouwd kunnen zijn en dat vier ik gewoon. Dus ja, Sky is even voor mij boodschappen aan doen. Ja, want zo, zie je, de bank is leeg, de kamer is verder leeg. Ja, en ook is hij niet buiten, nee. Dus ja, en dan hoort het hondje lief, hoort Kandalf. Ja, en dan heet je dat, hè. Ja, dan gaat ze even staan, maar ze houdt de mond, ze piept niet, ze doet niks. Nee. Nou, jij weer. Ja, moet allemaal kunnen. En dan is het met jouw stem, is het van dat je er roept en in de hoop dat ze gaat piepen. Ja, en mijn honden piepen ook wel eens. Ja, moet kunnen. Maar bij jou kan niks. Nee. Dag Patrick. Ja, en dat is onze Chelsea. Die ligt lekker op de bank. En daar zijn mijn meisjes. Ja, Elwin die heeft nog niet zo erop op en ja, die moet af en toe nog grommen en doen. Maar Rijka heeft buiten al lekker met ze gespeeld en dat hebben jullie al gezien. Want ja, dat heb ik even met de telefoon gedaan, want die heb ik dan sneller te pakken dan deze camera. Maar in ieder geval, ja, ze staat nou even te wachten, hè, grote dame. Hé, hey. Chelsea. Hé, hey, Trinoda. Ja, dat is Rijka. En jij bent Chelsea. En op wie zit je te wachten? Zeg maar op mijn baasje, hè? Ja. Op je baasje. Tralalala. Ja. Ja, je wilt maar wat graag spelen, hè? Ja. Nou, en dat gebeurt nou even niet, want je baasje is om te komen. Ja, en ik wil die deur even dicht houden. Ja, mag het? En toch pak dan Rijka de rustplek weer. Chelsea bedoel ik. Chelsea.
laat Rijke maar weer met rust, want die heeft een bokkenpruik op momenteel. Ja, dus ja, echt waar. Wat moet je nou weer achter mij aan? Ja, niet nodig. Nee, helemaal niet nodig. Hé? Ja, gaan we liggen. Goed zo. Ja, goed zo. Heer grote meid. Ja. Nou, ik probeer eigenlijk aan het werk te gaan, maar ja. Hé, moet je ook nog oppassen op zo'n beetje. Nou ja, moet het. Ik heb het aangeboden, want ik kon Sky ook even een boodschapje voor mij doen. Want morgen is het 25 september. Ja, dan had ik 15 jaar getrouwd kunnen zijn. Dus ja, er moet wel even een gebakje in huis komen. Ja, echt waar. Nou, lieve vrienden, ik zeg geniet, tot later. Nou, hoe lief toch? En wat is er vals? Ja, en het is niet te vertrouwen met Elwing en met Rijka. Want, oh, dat kan niet hoor. Pas maar op met Elwing en Rijka, want dat gaat niet samen. Nou, ik weet niet. Maar... dat is een leugen in de klas, toch? Ja. Het gaat prima. Echt wel. Jullie zien het zelf, lieve vrienden. Ja. Er wordt dus beweerd dat dat beestje niet te vertrouwen is. Nou, dat beestje, daar kun je nog zoveel mee doen. Want dat beestje is nog maar net 15 maanden. Dus het valt nog zoveel te leren, hè. Nou, dat hebben jullie ook wel met Elwing gezien. Die was al volwassen. Die was al veel ouder dan dat Chelsea nu is. En jullie weten dat ik haar ook heb moeten trainen. Nou, en toen was ze al ver volwassen. Ja, ze was geloof ik al ja, 3, 4 jaar. Ja, 4 geloof ik. Dat bijna 4 jaar geloof ik. Ja, dus ja, wat wil je nou? Een mens valt veel te leren, maar ook een dier, hè? Ja, of je nog volwassen bent of niet, hè, schat? Ja, hè? Ja. Komt allemaal goed, hoor, met jou. Zeker beter. Ja. Dat werd vervalsig, ja, niet te vertrouwen, bla bla bla. Oh, ze zullen af en toe wel een knauw geven, maar dat kan, dat moet kunnen. Ja, lieve vrienden, daar zit Gandalf. Jullie zien hem wel zitten. En dat in één vertrek. Met een vreemde hond, dat vind ik heel knap van Gandalf. Ja, echt wel. Want dat ik Elwing kreeg, moest hij daar niks van hebben. Bleef hij 3 dagen, 4 dagen achter de deur. Als je terug kan kijken naar dat jaar dat ik Elwing kreeg, ja. Maar ja, nou is er vandaag ook een vreemde in huis. En nee, ja, dat is dan toch denk ik ook wennen, maar... daar zit meneertje kan wel. Ze moet het
het zieke. Rijka, nou ja, die heeft de ene keer wil ze springen, de andere keer moppert Chelsea weer weg. Als u niet erover twijfelt, dan lukt het u, hè? Ja. Want u twijfelt te veel over haar naam. Ik weet niet hoe dat zit. Ja, nee, soms kun je het gewoon niet uitspreken. Dat krijg je niet voor elkaar. Ja, maar ik merk ook aan u dat u wel eens... dan gaat u nadenken. Ja, maar hoe zeg ik het ook alweer? Chelsea. Chelsea, ja, maar soms wil het niet. Ja, of u zegt Chelsea. Ja, maar dat komt daar. Weet je, als ze maar die klank heeft. Komt ja. Daar. Ja, lik. Dan wil je dat. Ik wou iets zeggen, maar dat kan niet. Nee. Hè? Chelsea? Ja, nou. Grote meid, hè? Ja. Dus ja, we hebben een lekker bakje koffie. Ik had Sky, die moet nog melk, maar ja, dat kan die zelf ook pakken. Nee, ik hoef niet alles te pakken. Nou, dus. Nou ja, ik heb gezegd, je slaapt niet meer ergens anders. Je komt hier. Dus hij gaat straks weer weg. En dan moet je daar niet blijven. Nee. Je haalt die troep daar weg en het is deze kant op. Ja, ik haal die troep daar weg en dan moet ik eerst nog even langs iemand. En dan kom ik gelijk hier. Ja. En we moeten nog eten. Dan moet ik nog even langs Suus. En we moeten nog eten. Ja, het is inmiddels zo. Oh. Ja. Oh. Wat we gaan eten weet ik ook niet. Ik heb nog geen... Dat ligt in de vriezer of zo. Nee, maar ik ga nou niet soep maken meer om deze tijd. Nee, oké. Okay. Dat is gewoon weer desnoods brood, want brood dat is ook eten. Nou, en ik heb ook gewoon bouillon hier, hè. Dus een bouillon? Bouillon? Ja, een bouillonblokje. Dus dan heb ik liever kuppersoep. En dat heb ik ook niet meer, geloof ik. Ik weet het niet eens. Zo nee, kijken. Een beetje afstand. Maar kuppersoep, dat is ook te weinig, hè. Dan moet je gewoon wel brood bij hebben. Ik kan Gandalf niet merken met die mouw dat die afstand wou, dus... Ja. Move it. Hé, met die snot kan ik weer in de koelkast. Ja, mag dat? Nee, hè? Hoort niet, hè? Nee. Maar oké, okay, wij gaan hier... Ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten. Dat zou ik ook mee beginnen. Met het beginstukje. Dat plaatje gaat verdwijnen en er komt een nieuwe rasterplaatje. En dan ga ik dat weer opbouwen. Met weet ik veel wat voor nieuws. Ja. Dus ze zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Geniet een beetje met ons mee. Oh, wat is dit? Ja, daar staat de maan. Het is een... ja, hij is nog lang niet vol. Maar zo mooi. Echt wel. Lantaarnpaal is al aan. Ik heb ingezoomd vanwege de maan. Ik zal weer even uitzoomen. En daar loopt er een. Oh, dan gaat de telefoon. Gaan we even de telefoon pakken. Dat is onze Sky. Ja, schat. Oké, ik kijk even een moment, want ik ben ook aan het vloggen. Want de maan die is mooi. Ja, die oranje. Ja, die oranje. Ja, die kan je pakken. Ja, is goed, schat. Ik heb Suus al geappt. Ja, ik hoorde het zei het, anders had ik heel die tas steeds mee moeten steunen. Ja. Nou. Helemaal goed, dan heb ik het. Is goed, schat. Later. Hoi, hoi. Dus ja, dan dus. Hé? Ja, meisjes. Waar is Rijka? Rijka! Kindje! Kom dan! Nou, kom maar. Ik wil die deur dicht hebben. Het is niet al te warm meer. Nou, lieve vrienden, ik wens jullie met dit gezicht op die twee dames een hele fijne, liefdevolle avond. En geniet ervan.
Want hier geniet ik ook van. En daar staat er nog eentje. Ik kan nog ingezoomd dan? Nee, toch? Nee, ja, wel een beetje. Kom je ook binnen? Kom maar, Chelsea. Kom. Goed zo. Doen we de deur weer dicht. Zo. Oh, want het wordt koud, kind. Hé? Kom, Chelsea. Chelsea. Goed zo. Goed zo. Doe maar, ga maar liggen. Goed zo. Blijf. Een rijkaartje. Hé, ja, ik moet mijn stok nog opruimen. Daar heb ik twee handen voor nodig. Ja. Hé, een keer vrouwtje werk. Hé, ja. Nou, lieve vrienden, nogmaals, een hele fijne liefdevolle avond en tot later. Ja, met z'n drietjes. En deze grote meid, die is wat ziekjes, hè? Ja. Oh ja, kind. Koeienvlaai neergelegd. Nou, koeienvlaai, nee, want ik ben geen koe, zeg maar. Een hondenvlaai. Zo dun was het wel. Ja, maar het lag hier al bij deze naad, zoals jullie die naad zien. Nou, er lag een hele plakkaat, dunne ontlasting. Als het dun is, dan zijn ze wat ziekjes, dan zijn ze aan de diarree. Wij zijn ook wel eens aan de diarree. En ik ben ook wel eens de wc te laat geweest dat ik onder zat. Ja, lekker praatjes nog eten moet, maar doet er niet op. Hé, ja, he. Is lekker wat baasje nou doet, hè. Ja. Dus ja, ik heb Sky even geholpen en Sky ook voorgedaan hoe hij het weg moest halen. Want hij was bezig zelf weg te halen met concertpapier. En dan propt hij dat helemaal op. Nee, dat helpt nogal. Leg het eroverheen, keurig netjes. Dan kan je het in één keer zo goed of kwaad gaat, kan je het opnemen. En daarna even een dweiltje eroverheen met een heel goed sopje. Zodat hij lekker ruikt. Maar ze stinkt ook tot en met als een scheet laat, dat willen jullie niet weten. Ja, dus het is anders. Maar goed dat het geen geurcamera is. En ik heb zoveel honden gehad in mijn leven. Ja, maar ik denk dat dat komt omdat ze zalmvoer krijgt. En vis, daar gaan meerdere honden heel erg van stinken. Ja, nou dan zou ik mijn hond dat dan dus, niet geven. We gaan eens even kijken hoe ze het doet. Ja, ze gaat de brokken van Elwing en Rijka krijgen. Dat proberen we eerst even een week. En anders dan haal ik volgende week gewoon weer iets duurder voer. Maar dan... Dat het wel gaat. Ze zit met haar gewrichten en zo. Ja. Die zijn gewoon... Nou, praat ook maar eens even met mijn lieftallige dochter Karin. Ja, ja dat gaat want die zit toch zeker, in de honden. Die ga ik toch donderdag gaan staan. Ga je lekker mee donderdag, ga lekker de hort op. Dus. Kijk. Ja, want die knuffels, daar moet je mee uitkijken met de Rijka, want die heeft het zomaar stuk. Met de Rijka? Ja. En die kent het ook. Kleine die naast je zit. Ja. Ja, nou, zij is ook wel. Maar met sommige knuffels gaat ze heel rustig. En zoals deze. Ja, hier zit wel een gaatje in. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Het is al 21:46 en wij moeten nog eten. Dus ja, ik ga de keuken in. En de tafel is al half gedekt. Maar ik heb daar ook een pan staan. Met aardappelsoep. Ja, en dat gaan we even lekker opwarmen. En dan gaan we dat lekker even opeten. Ja, en dan staat gelijk weer een afwas, maar dat doet er niet toe. Het is nog niet zo echt heel erg veel. En we wachten gewoon nog eventjes totdat het wel veel is. Dat we weer een vaatwas vol hebben. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, het is weer heel erg laat geworden. Het is 3:29. Ja, ja. Dat zei je. Ja, dat gebeurt wel eens. Dus ja, ik ga hardlopen naar boven. Maar die achter me zit, die blijft beneden. Die duikt op de bank met zijn beestje. Enkel, ja, niet met kleding en al aan, want dat wil ik ook weer niet.
En hij moet nog even een dekbedje van boven halen. Maar komt helemaal goed. Maar daarom zeggen wij hier vanaf deze kant, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En uiteraard morgen gezond weer aan jullie bed zien te komen. En ik zeg altijd, God die houdt over ons allen de wacht. Dus graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!